telefoon ligt onder het kussen. Oh, en de eerste vlammetjes zijn al te zien. Het gaat toch sneller dan verwacht. De eerste rookkringeltjes komen naar buiten. Buiten de container. En het matras begint een klein beetje te branden. In deze fase, wanneer je daarbij bent, kun je uiteraard nog een bluspoging doen. Weet dan waar de blusdekens bij jou thuis liggen. Weet dan wat de snelste vluchtweg is om naar buiten te komen. Weet dan dat je die deur achter je dicht kan doen en het pand zal moeten verlaten. De kleine vlammetjes worden op dit moment groter. Wat we ook altijd meegeven in een stukje brandveiligheid is dat rook giftig is. Dat betekent dat vroeger, vergelijkend met de barbecue, op het moment dat ik boven de barbecue sta en ik sta daar lang, heb ik wel eens hoofdpijn. En dat komt door de schadelijke stoffen die erin zitten, maar die concentratie is niet zo hoog. Nou, op het moment dat we praten over aardolieproducten die in de brand staan, denk aan een matras, de meubeltjes, alles wat maar met kunststof te maken heeft, dan zitten daar giftige stoffen in. En als we die inademen, dan houden we dat niet zo heel lang vol. Dat is ook de reden waarom je altijd moet nagaan of jij wel de persoon bent om die bluspoging te doen. Is die klein en hangt er nog niet heel veel rook, is het antwoord misschien wel ja. Maar als er heel veel rook hangt, zou ik je adviseren om dat niet te doen en de deur te sluiten. Nou, het brandje dat begint zich gaandeweg te ontwikkelen. Op dit moment is de brandweer gealarmeerd. Want als je dit ziet, dan bel je natuurlijk 112. En dan gaan we gewoon eens kijken wat er gebeurt. We hebben de stopwatch even aangezet voor jullie. Dan kun je zien wat een klein brandje. Dit was eigenlijk een beginnend klein brandje die nog te blussen is. Als die uitgroeit tot een onbeheersbare brand, waar je zonder brandweerpak, brandweerstraal en andere zaken gewoon niks meer aan kan doen, kunnen we dat gewoon zien met elkaar. 30 seconden verder. We doen nog even uit het stopcontact, anders doet de geluidsinstallatie iets op en niet. Want net zoals bij elke brand kun je gewoon kortsluiting krijgen in alle elektrische bedrading die er überhaupt nog liggen. Dat we dat nu op dit moment doen. Hier sta ik nog redelijk veilig. Ik ruik nog niet rond omdat de rookontwikkeling op zich nog meevalt. Dus eigenlijk kunnen we constateren het brandje op dit moment misschien nog wel te blussen. Kan zijn op het moment dat je daar veilig mee omgaat. Kijk wat we in deze ruimte aan één kant helemaal open is. En als je het dan hebt over de hoeveelheid zuurstof, lucht die erbij komt, dat er misschien wel heel veel lucht naar die brand toe kan komen, maar de warmte ook vrij vlot weg is. Op het moment dat we praten over een slaapkamer waar maar één deur en eventueel een raam is, en een ophoping erin, en dan kun je wel voorstellen als die warmte niet weggaat,
dat die brand behoorlijk snel kan uitbreiden. Als ik nu in deze situatie naar binnen zou gaan, als hulpvaardige buurman, dan weet ik één ding zeker. Dat als ik naar buiten kom en misschien het werk goed heb gedaan, dat ik dan opgenomen kan worden in het ziekenhuis met een zuurstofmaskertje op. En dat ik waarschijnlijk toch wel wat in ieder geval minimaal zorgen voor hoofdpijn. En in het ergste geval gewoon longschade opleveren. Dus vandaar. Ik zie de rookontwikkeling toe aardig op temperatuur te komen. En het matras begint al aardig uit te gassen. Behoorlijk donker te worden, veel vlammen te zien, vrij giftig. Dat stoel die naast het bed staat, die staat op enige afstand. Die begint nu aardig uit te dampen, zonder dat hij in direct contact komt met de vlam. En datzelfde zie ik gebeuren met de schemerlamp die daar staat. Die staat wat hoger, komt natuurlijk ook best wel wat warmte bij vrij. En dit is ook het punt waarin we bij de brandweermensen eigenlijk opslaat in een redelijk ontwikkelde brand. De concentratie van de rook begint dikker en dikker te worden. Wat we nu doen is laten zien dat wat dicht is, hè, dat zijn eigenlijk bijna alle slaapkamers, dan zitten er maar redelijk weinig openingen in, dat dan de warmte niet weg kan, ziet van de ontwikkeling van zo'n brand. Jullie hebben hem nu een tijdje zien branden en hij gaat een beetje gezapig door, dan zul je waarschijnlijk ook op en de tijd loopt gewoon door. Ja.
Dit zijn overigens trouwens ook de trainende mensen zelf. Dat betekent dat we op meerdere locaties in de regio dit soort containers bouwen. Daar kunnen we een afgemeten vuur. Wij slepen zelf niet met bankstellen en dergelijke, omdat het voor ons ook gewoon een te gevaarlijke situatie is. Wij doen dat met schoon hout. En brandweer mensen daar naar binnen toe gaan en een blussing gaan uitvoeren. En dan rekening houden met hun eigen veiligheid. En met een goede container doe je dan een jaar. Ik zie nu het stoeltje aan de voorkant, zie ik ook al. Het begint ook al wat op te warmen. Je kan je ook wel voorstellen dat de aanleiding van zoveel rook binnen, dat de overlevingskans in die ruimte natuurlijk niet bijster groot is. Laag op de grond, maar voor de rest eigenlijk ook niet. Gelukkig hebben onze brandweermensen een stevig pak aan. Het pak dat is beschermd tegen de hitte. Dat is dus fundamenteel anders met als ik er nu zo in zou gaan, dan hou ik het niet heel lang vol. Het tweede stoeltje begint ook aardig hard te branden.
Ik hoor iets over blussen en zo meteen gaan we inderdaad ook nog blussen. Maar voordat we gaan blussen... steeds aan het toenemen in energie. Nou, nu zie je een behoorlijk omslagpunt. Ik ga toch nog een stukje achteruit, want ik begin het zelf nu ook aardig warm te krijgen. Je ziet het ook een beetje aan de kleurtjes in de rook. Het begint hier ook te knappen. De stuwing wordt veel en veel groter. Wat we nu gaan doen is in ieder geval de deuren even dicht. Ik zie dat de container aan de linker buitenkant ook al begint te branden. Dan gaan we zo voor de tweede demon nog wat aan doen. En wat we nu willen laten zien, is het effect op het moment dat de deur dicht gaat. We hebben een brand gezien die redelijk ontwikkeld is. En als ik de deur achter me dicht doe en we constateren brand, dan krijgt die brand geen zuurstof en dan zal die kleiner worden. Helemaal uit krijg je waarschijnlijk niet meer, maar je creëert in ieder geval voor jezelf de meest veilige situatie. We gaan nu de deur weer open doen. De brander is gealarmeerd en de brander die komt ter plaatse. De onderdeuren die gaan open. Dus die brand die krijgt weer wat ventilatie. Je ziet eigenlijk is de brand al bijna uit. Wat kleine vlammetjes, maar niet echt heel gek veel meer. Maar ja, als die brand weer zuurstof krijgt, duurt het maar even. We wachten ook even af. Kijk, de stoel hier aan de voorkant is niet verder gaan branden. Dus eigenlijk hebben we een brand geblust, zonder dat we daar blusmiddelen voor hadden. Het enige wat we hebben gedaan is de deur achter onze kop dicht. Dit gaan we gebruiken voor het demootje wat we gaan geven, ook gelijk in de blustechniek. Dus vandaar dat we willen dat hij even wat beter brandt. We gaan onze collega's van Ermelo even laten zien hoe ze normaal gesproken een binnentreding doen in een woning die in de brand staat. Kijk wat je nu ook ziet, die stoel die doet nu aardig mee en dan zie je hoe ongekend vuur er vanaf komt en ik krijg het op deze positie al behoorlijk warm. Als je denkt dat dit een kamertje is en er zitten nog een paar kamertjes naast, dan kun je daar een voorstelling bij maken. Dan moet ze blussen, man. De collega's gaan nu aan de slag. Ze gaan voor hunzelf gaan ze afstand houden. Dat water gebruiken ze om de rookgassen te koelen. Hun pak is redelijk brandwerend.
En toch moeten ze zorgen dat ze geen overbodige risico's nemen. Dat is altijd de balans die je pakt. Het metaal van de container is al aardig verwrongen, want de temperaturen die erbij komen zijn ongekend hoog. Maar onze collega's zijn niet voor één gat te vangen. Ze gaan vanaf de veilige kant gaan ze de rookgassen koelen. Gaan ze proberen de brand uit te maken. En dan eventueel kunnen ze naar binnen toe om alles af te maken. Wow, kijk naar die wolken. Hoe gaan ze daar binnen? Je ziet ook dat zij het bijna niet voor elkaar krijgen om de stoel goed uit te maken. Want die, het water spuiten ze aan de rugleuning. En aan de andere kant brandt hij nog gewoon. Dus dat is ook een teken dat je gewoon echt goed moet weten waar je mee bezig bent. Dat water moet overal komen om de brand goed uit te maken. Nee, zijn we net heel erg geblust. En uiteraard zit er ook nog een stukje nakontrole aan vast. Want op het moment dat hij geblust is en de jongens komen naar buiten, pakken we vaak even een momentje van rust. Dan gaan we even met elkaar overleggen hoe het is gegaan, wat de puntjes zijn. En dan kunnen we na een kwartiertje, een half uurtje, kunnen we nog even controleren of er echt geen kans meer is op brand. En daar hebben we ook warmtebeeldcamera's voor om te kijken of er nog ergens hete plekken in meubilair zijn. Kijk, het is allemaal weer een beetje afgekoeld. We zitten nu in de afblusfase van de brand. Dit is eigenlijk ook tevens een klein beetje het einde van de demo. Wat we jullie dus hebben willen meegeven, kort samengevat, is het belang van rookmelders bij jullie thuis. Volgens mij willen we A, brand voorkomen. Dat doen we ook door geen elektronische apparatuur op het bed te leggen, onder je kussen te leggen, op andere brandgevaarlijke plekken. Dat moet je allemaal niet doen. En daarnaast, als je nou toch brand hebt, kun je misschien wel een pluspoging doen. Maar weet daarbij dat er altijd gevaarlijke stoffen vrijkomen. En wat ook zo is, dat op het moment dat je die brand wil beperken, is de beste manier om een brand te blussen, is de zuurstof wegnemen. Dat doe je door de deur dicht te doen. Dat hebben we net gezien. Jongens van Ermelo, hartstikke bedankt voor deze demo. Goed werk geleverd. Ze hebben het een beetje warm.